En hier staan we live bij Corneel. Corneel heeft besloten om zelf het heft in handen te nemen en te zorgen voor meer groen. Dus de overtollige aarde wordt weggeschept en er komt in de plaats meer groen. Corneel, enkele jaren geleden was u nog depressief omdat er te weinig groen was in Eckerhem. U hebt besloten om zelf het heft in handen te nemen. U zegt van een beetje verloren aarde weg en meer groen hier leggen. Het is natuurlijk een vrij grote job. Hoe begin je daaraan? Je ziet het. Corneel is een man van daden en niet van woorden. We wensen je heel veel succes, Corneel, en we komen binnen enkele jaren nog een keer terug. Hoeveel tijd zou je nodig hebben om die berg te verzetten? Het gaat niet zo lang duren, hè? Oké. U ziet het, Corneel heeft er zin in. En ja, over terug naar de studio.